Op zaterdag 22 oktober werd de Pegasus-wandeltocht gelopen. De wandeltocht herdenkt de ontsnappingstocht van geallieerde militairen die in 1944 achter de Duitse linies terecht waren gekomen. In 1944 werden twee ontsnappingstochten gehouden. Eén liep niet goed af. De militairen werden neergeschoten door Duitse soldaten. De andere tocht liep wel goed af. Die 170 militairen zijn gevlucht en hebben ondergedoken gezeten. En uiteindelijk bij de evacuatie van Bennekom. De mensen moesten uit Bennekom weg. Omdat er geschoten werd vanuit de Betuwe. Hebben ze in die gewoel van die mensen die met handkarren en noem maar op liepen. Hebben ze uiteindelijk 124 Engelsen s'nachts naar Hotel Norman Bosch gebracht. Het Engelse bosje noemen wij dat. Daar hebben ze gegroepeerd en toen zijn ze s'nachts de Rijn overgestoken met hulp van Canadese bootjes die aan de overkant waren. Ik ben ziek geweest en ik heb chemokuren gehad. En toen kon ik nog geen 10 meter lopen. En inmiddels ga ik voor de 10 kilometer. Dus dit is de eerste wandeltocht. Ja, als prestatie eigenlijk. Voor u is dan eigenlijk meer een morele overwinning? Ja, zeker weten. Gaat u ook nog wat meepakken van de geschiedenis? Waarom de Pegasus-wandeltocht wordt gehouden? Ik woon in Ede, dus die geschiedenis die is mij wel bekend. Nee, dat is nu vandaag niet de reden. Nee. We zijn lekker op weg en genieten. Dus, is het de eerste keer? Dit is de eerste keer, ja. Ja, zeker. Ja. En wat staat nou meer centraal, het wandelen zelf of de geschiedenis om de Pegasus-tocht heen? Nou, voor ons de wandeltocht. Gewoon de omgeving en deze gewoon heerlijk de natuur in. Dus, Er zijn veel wandelaars helaas die lopen alleen maar om de kilometers en die hebben eigenlijk niets met historie. Maar degene die meelopen en die dat wel willen, die genieten van die tocht en die zullen dat altijd blijven doen. Er deden dit jaar ongeveer 1700 deelnemers mee. Om de wandeltocht een militair karakter te geven, werden deelnemers vanaf station Ede-Wageningen per militair voertuig naar de start gereden. Aan het einde van de tocht werden de wandelaars onthaald door doedelzakband Pegasus Pipes en Drums. Wij zijn al een aantal keren eerder hier wezen lopen en we komen elk jaar trouw terug voor het doel, voor het goede doel. Wat is het mooie aan de Pegasus wandeltocht? Nou, ten eerste de omgeving en ook de herinneringen die ons bij moeten blijven eigenlijk. Dat is wel het belangrijkste. Lekker onderweg, lekker weer, lekker wandelweer, droog, fris, maar lekker, ja. En gaat het u om de wandeling of ook om de geschiedenis die erbij hoort? Alle twee, ja, geweldig, ja. Volgens mij groeit het evenement elk jaar. Ja, dat is onze grootste zorg, want op een gegeven moment zijn de militaire voertuigen op. Dus we hebben vanmiddag een bus extra ingehuurd van Edes ondernemer en die hebben we waarschijnlijk ook nodig.